Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Mocht jullie nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan zeker nu. Ik probeer de muziek trouwens af te zetten, maar het stopt niet. Ja, oké. Gelukt. Doe dat dan nu. Dat zou mij een heel groot plezier doen. Dus als jullie nog niet geabonneerd zijn, het is echt heel simpel. Just do it. Het kost niks. Vandaag is het dinsdag 9 maart. Het is al een jaar nadat ik 30 ben geworden. Een week nadat ik 30 ben geworden. Dus ik ben al een week 30 jaar. En het is 11:30. Ik ben net binnen van kantoor. We hebben geshoot. En waaronder deze jogging. Ik zal hem in de spiegel even laten zien. Dat is misschien handiger. Maar deze jogging gaan we in vele kleuren hebben. Zit echt super zalig. Echt. Ja, super fijne jogging. Lekker los. Ik draag trouwens een medium. Omdat ik die graag zo wat losser draag. We waren vrij snel klaar vandaag. Omdat het niet zo'n grote collectie is. Deze keer. Dus dat ging echt heel vlot. Maar we waren er wel vroeg. Maar oké, toch is heel vlot gegaan. En nu ga ik mijn versiering eraf halen. Want ja, ik ben nu toch al een week 30. Niels wou dat ik dat al in het weekend deed, maar ik wou dat toch een week laten hangen. Anders is het ook zo zonde. Niels heeft er zoveel tijd in gestoken. Maar dat ga ik dus doen nu. Alles weghalen. All gone. Zo zielig. Maar ik heb wel zo slingers en zo bijgehouden. Maar ballonnen, ja, dat gaat natuurlijk niet. Die kun je niet nog eens gebruiken. Dus die heb ik allemaal kapot gedaan in de vuilbak. Maar slingers heb ik wel gehouden. Want mijn zus bijvoorbeeld wordt ook nog ooit 30. Dat is wel pas binnen 8 jaar. Dan weet ik waarschijnlijk niet meer waar dat ligt. Maar ik dacht, ik ga dat wel bijhouden. Ik wou dat eerst bij over Niels, maar ik heb al een ander plan voor als Niels jarig is. En natuurlijk, dat is een man, dus voor die hoeft het huis niet zo versierd te zijn, denk ik. Maar daar heb ik andere plannen, dus ik ga daar wel sowieso bij voor. Ik weet niet, ik vond het ook gewoon te mooi. En mijn kaartjes voor mijn 30ste verjaardag en zo heb ik ook allemaal bijgehouden. Dus, ja. Oké, we zijn ondertussen weer eventjes verder. Ik heb wat gewerkt en ik wil jullie nu mijn nieuwe juweeltjes laten zien. Dus ik ga jullie hierop zetten. Ik heb nieuwe juweeltjes van Anna Luisa. Echt een van mijn favoriete merkjes. Heel goede kwaliteit. Prijskwaliteit is echt top voor dit merk. Ook de materialen zijn super goed en ze gaan heel lang mee. Ik heb trouwens mijn oorbellen al aan. Die heb ik heel het weekend al aan. Dus deze hangers zijn van Anna Luisa. Ik heb hier trouwens alles over gesproken in een vlog en op Instagram. Dus als jullie mij al lang volgen, dan weten jullie dat het toch een van mijn favoriete merken is. Als je kunt zien, super mooi, super mooie details ook. Mijn oorbellen, mijn grote oorbel doe ik wel altijd uit om te slapen 's nachts. Maar bijvoorbeeld mijn ringen hou ik altijd aan om te slapen en zowel om te douchen. En ook deze ring is van Anna Luisa. Deze super mooi twisted en die is aanpasbaar, dus dat is eigenlijk one size. En je kunt dan zelf die beetje toepitsen en welke vinger je die wilt.
De prijzen starten van 39 euro. Dus dat is echt een mooie prijs voor juwelen die altijd goed blijven. Dus daar kun je, vind ik, zelf niet voor sukkelen. En ik ga even laten zien, want ik had nog één paar oorbelletjes. Maar die heb ik nog niet aangehad. Dat zijn deze super kleine, schattige oorbelletjes. Ook weer prachtig, mooie details. Echt super mooi. Ze zijn ook carbon neutral. Dus dat is ook wel goed voor de natuur natuurlijk. Wat ik ook wel sowieso steun. Dat onze, ja, ons moeder natuur en onze planeet, Mother Earth, niet verstoord wordt. Dus daar ben ik ook wel grote fan van. Qua ring vind ik het gewoon leuk om te combineren naast een andere ring. Ze hebben hele leuke ringen om te combineren, maar ook ringen om alleen te dragen of zo. Als je maar één ring zoekt, maar ik vind het leuk om er zo meerdere te dragen. En oorbellen. Ik heb nu die grote aan. En met de kleintjes is eigenlijk mijn bedoeling van het kleintje naast de grote te doen. Dus daar. Dus ik ga dat eventjes doen. En dan kunnen jullie ook dat zien. Zo, ik heb ze aan, zoals je ziet, deze. En dan de kleintjes ernaast. Super mooi. Yay. So happy with it. Ze hebben echt super veel designs en juweeltjes. Ik zal de link onder in de beschrijving zetten. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Dat is THALISSAL10. En daarmee krijgen jullie 10% korting op alle juweeltjes van Ana Luisa. Ook die code zal ik onder in de beschrijving zetten. Dus mochten jullie nu zoiets hebben van, oh, die oorbellen die Thalisa draagt, zijn super mooi, die wil ik ook. Of die ring. Ga dan zeker eens kijken. En anders ben ik er zeker van dat je iets anders heel mooi zult vinden. Ik wou jullie trouwens ook nog zeggen, als jullie me niet op Instagram volgen, weten jullie dat niet, maar ik ben nog een vijfde gaatje gaan laten schieten aan deze kant op zaterdag hier van boven. Dus in zo'n driehoekje. Ik weet niet of jullie het goed zien. Maar we gingen een gin halen. En dat is in de buurt bij de greven. Die schieten zo oorbelgaatjes en zo. Dat is een juwelier. En ik dacht, ik ga gewoon een gaatje schieten. Dus bij deze. Het is nog vers, dus ik moet dan nog ontsmetten elke dag, maar ik kan er wel op slapen en zo. En zaterdag waren ook mijn lieve vriendjes, Amber, Kaylee, Jacque en Nikki, bloemetjes komen brengen aan de deur. Super lief en super leuk. En ik heb die even zo'n vaas gedaan met het plastic nog. Maar nu is het tijd om ze los te doen en de stam een klein beetje te knippen. Zo hou ik die het langst. Hier zijn de bloemen van Celine en Nick. Die zijn nu een week. Die zijn nog altijd mooi. Het enige is de paarse die erin zaten. Die waren helemaal verslenst. Dus die heb ik eruit gehaald. Maar de rest is nog mooi. En daar heb ik ook nog altijd bloemen staan die nog altijd mooi zijn. Van Niels zijn ouders. En die zijn ook echt nog altijd mooi. Dus als je ze goed verzorgt, dan kun je ze goed houden. Dat ga ik nu doen. Of is het nu 3:30? Ik weet het niet. Ik zie het niet te goed. Ik ga zelfs te goed op de klok in de keuken kijken. Maar ik ga hier even twee posters nog ophangen. Die van New York. En dan nog eentje van Paris. Dus die ga ik in de bureau hangen. Want ik had nieuwe van die plakspijkers besteld. Dat ga ik nu doen. Lakjes, dat hebben we dan ook weer gefixt. Daar zijn natuurlijk die lelijke stickers, maar heb je toch zoiets cute erboven. Zijn er nog mensen die dit doen trouwens? Oh, dat is echt zo het ding aan een trap. Om niet je spullen weg te moeten gaan leggen, maar alles op de trap te leggen. Deze heb ik trouwens ook veranderd daarnet. Met die. Maar meer hierover binnenkort.
even een klein yoga practice gedaan. Allee, zo'n stretch meer. En Niels was ook aan het workouten. En die is nog aan het workouten. Ondertussen ga ik eten maken. Ik ga vandaag HelloFresh maken. Kipfilet in mosterd roomsaus met prei, gebakken aardappel en broccoli. We hebben denk ik 2 weken geen HelloFresh niet meer gehad. Omdat mijn verjaardag en zo ertussen zat. En we dachten, ja, dan gaan we waarschijnlijk wel veel afhalen en dingen bestellen. En nu hebben we dat dus terug vanaf deze week. Wat super leuk is, want je kunt dat echt pauzeren, stoppen wanneer je maar wilt. Dat is super easy. En we gaan kijken, hè. 25 minuten, lekker snel. Daar gaan we voor. En het ziet er wel heel lekker uit, dus ik ben echt benieuwd. Ik had daar straks trouwens ook nog soep gemaakt, pastinaaksoep. Ik had al een kommetje gegeten, dat is heel lekker. Ik doe die altijd zo in een potje voor Niels mee naar het werk morgenmiddag. En dan eet hij daar zo crackers bij. En dan dit is voor mij morgenmiddag en overmorgenmiddag. Misschien ook voor Niels om mee te nemen. Of als we s'avonds nog een tasje soep willen eten. Dat is wel een tip van mij als je s'avonds in de zetel nog zo honger hebt. In plaats van een zak chips te nemen. Kunt je beter een tasje soep nemen. Nee, melk. Want dat is veel gezonder, hè. Dat zijn groentjes. Hier zit echt alleen maar groentjes in. Pastinaak, gele biet. Prei heb ik erin. En een halve ajuin en 1 teentje look. Dus. En dan wel 2 groente bouillonblokjes, maar met weinig zout. Dus perfect. Oké. Ik ga mijn laptop openzetten. Om iets te kijken. En dan gaan we beginnen aan ons eten. Woehoe. Er zit een... Normaal is dat met echte room. Ik weet niet waarom dit er ineens in zit. Is dat nu van mijn eigen room erin gevallen? Buh. Maar ik gebruik geen echte room omdat ik lactose intolerant ben. Maar ik vervang dat dan altijd door Alpro. En dat zit hier nu toevallig in. Ik weet niet waarom, maar... Dan kan dit in de frigo voor als ik eens voor vrienden binnenkort als ze terug maak. Of voor Niels echt iets maak met room. Dan gebruik ik dat, maar anders niet. Oké. Aardappelen bakken en schillen. Bereid de bouillon. Ondertussen, hoe laat is het? 11:15 bijna. Mijn 3 baby's liggen hier. Allemaal lang uit, zoals jullie kunnen zien. Daar, de grootste. En hier is mijn spot. Ik ben video's aan het kijken, want Niels is voetbal aan het kijken. Een kwartiertje. Dan gaan we slapen. Ik heb ook al mijn skincare gedaan, zoals jullie kunnen zien. Een beetje extra rond mijn ogen, want mijn ogen zijn zo gedehydrateerd. Die zijn zo oranje als iets. Dus ik heb een beetje oogcrème op mijn ogen gedaan voor extra hydratatie. En dan gaan we ook deze vlog afsluiten hier. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Vergeet zeker niet om te abonneren op ons YouTube kanaal. Dan zien we jullie volgende keer weer, hè? Ja.